Naast mij zit Ben Sluis en dat is niks minder dan een ancien in onze Belgische jazzscene. En het feit dat hij zo'n ongelooflijk mooie saxofoonklank heeft, zal daar zeker wel voor iets tussen zitten. Hij mocht deze dag van Jazz Middelheim openen met een nieuw kwartet. En wij waren allemaal heel erg onder de indruk. Dag Ben. Dag Lies. Wauw, Ben Sluis kwartet, maar een hele nieuwe bezetting, een hele nieuwe band. Ja, dat klopt. Ik heb een oude compaan, de Dree Palmaerts, daarvoor kunnen strikken. Ja, dat is een man waarmee ik al occasioneel wel veel heb gespeeld, maar nooit een vaste bezetting in de groep. En daar is er eindelijk van gekomen. Hij is ook iemand die de muziek echt stuurt of zo. Ik wilde het net zeggen, het past heel goed bij deze muziek, hè? Het feit dat Dree meespeelt. Ja, dat vind ik ook, ja. Hij is iemand die ja, dat is wel bijzonder, want hij laat je soms terug kanten zien waar je normaal niet meer komt of niet zo gauw komt. En hij kan de muziek ook echt sturen in een bepaalde richting. Dat is echt mooi aan hem. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, dat zou je eigenlijk moeten horen. Eigenlijk. Maar ik denk ook energiegewijs is dat vooral. Ik heb de neiging om alles in het midden te houden. Ik zelf persoonlijk. Als ik met mijn eigen groepen speel zonder drums, zoals 3-4 Peace of zo, speel ik eigenlijk niet meer zoveel dynamiek. En ik merk dat Dree, die heeft ook dat energie nodig of zo. Hij heeft het een keer verwoord als volgt. Hij vond dat ik lucht was en hij vuur. Ik denk wel dat het iets van waar is. En als je dat samenbrengt, dan gebeurt er iets magisch. Voilà, het is dat. Daar zijn we naar op zoek, naar de magie. En natuurlijk ook een goede groep is een groep die een goede samenklank heeft. Ook door de balans van de verschillende elementen. En ik denk dat we dat hier hebben. Naast Dree ook twee jonge muzikanten in de band? Ja zeker en vast. Dus de leeftijd is natuurlijk van geen belang. Het gaat mij over de klankkleuren. Dat ik denk hoe dat die balans voor mij echt zou kloppen in de groep. En ik denk dat de muzikanten dat ook voelen. Ook. Dat ze ook voelen welke functie dat ze hebben in de groep. En dat voor hen misschien niet de meest evidente keuze was. Maar dat ze ook merken dat dat echt iets qua groepsklank is. Dat ook voor hun bijzonder is en waar ze voor gaan. Bram de Loze en Lennart Heindels, hè? Ja, ja. Piano en bas. Ja, dat klopt. Dus Bram, die, ja, dat is natuurlijk zeldzaam om iemand van die jonge leeftijd zo matuur te horen spelen. En die heeft ook een heel breed palet van impressionistische, klassieke dingen tot strakkere, ritmische dingen. Dus ja, dat is iets waar ik ook zelf van hou, van veelzijdigheid. En dan Lennart, die heeft, wat ik uiteindelijk altijd ook wel nodig heb, is dat toch een element van echt bas, ik zal zeggen groove, in de brede zin van het woord zit. En tegelijkertijd open kunnen spelen of zo. En ja, dat vind ik dat Lennart heel goed doet eigenlijk. Zowel die openheid, waar we echt free kunnen spelen of lange melodische lijnen, als wanneer het strak moet zijn of zelfs binair, dat ook aan kan of zo. Dus dat is er allemaal en dat gaat zich nog mooi verder ontwikkelen. We hoorden een veelheid aan sferen tijdens jullie concert. Jullie hebben een nieuwe plaat voorgesteld, die heet Particles. Klinkt die plaat ook zo? Ja, toch wel. Ik denk dat bijna alle nummers op één na staan ook op onze plaat die we vandaag hebben gespeeld. En we hebben die opgenomen tijdens, aan het einde van een labtour, een jazzlabtour. En dan hebben we het ook in de Meent, zowel met publiek als zonder publiek, zijn we dan nog een paar dagen blijven opnemen. Dus het komt van twee dagen, van twee sessies, locaties. Eén was Rataplan Antwerpen en de andere de Meent. En inderdaad, het is dus hetzelfde soort, het is hetzelfde repertoire. Ik denk dat hetgeen dat het bindt is, ja, misschien wel het, inderdaad wat gezegd, je zoekt toch naar een mysterie ook. Maar ook het melodische, dat is iets dat we, ik probeer wel onder alle omstandigheden ook een melodie te maken. Zelfs muziek intellectueel is of zo, dient dat voor mij ook als basis van het melodische of het, misschien wel het lyrische. Ja. Van iets te zingen eigenlijk met het materiaal. Het kan puur klankmatig zijn, maar het kan ook sterk harmonisch zijn, het kan intellectueel zijn. Dat kan gewoon lines zijn, die swingen. Dat maakt dan niet zoveel uit, maar dat is wel iets waar ik altijd naar op zoek ben. En dat is een melodie. Ja. Daarom horen we jou zo graag. Dat doet mij heel veel plezier. Ja, ik merk dat het de mensen raakt. Dus dat doet mij eigenlijk veel plezier. Ik moet zeggen, mensen vragen me dan van, wat vond er zelf van, maar ik vind het altijd moeilijk in te schatten. En ik ben ook een beetje gestopt met mijn eigen daarover te evalueren. Omdat, doordat ik al veel opnames heb gemaakt, heb ik ook moeten leren dat je eigenlijk niet weet
hoe dat je speelt op dat moment. Dus je denkt soms van iets bepaald over jezelf, dat bijvoorbeeld dat het niet goed is of dat het te zoekend was. En dan, als je dat dan gaat herbeluisteren, als het is opgenomen, dan blijkt dat enorm mee te vallen of dat dat juist heel goed is eigenlijk. Dus op dat moment zelf denk ik dat er ook dingen, elementen zijn waar we elkaar zitten te zoeken. Maar dat kan juist heel mooi zijn, want ik hou daar ook van als ik naar een concert ga. Die momenten zijn, kunnen ook heel mooi zijn en dan zien we hoe de muzikanten elkaar terugvinden. Dus in die zin denk ik wel dat we de mensen hebben kunnen raken. En dat vind ik wel iets heel positiefs. Ja. Heel fijn dat jullie er waren. Dankjewel, Ben Sluis. En binnenkort is die CD Particles ook in de winkel verkrijgbaar. Dat klopt. Dankjewel.